hormonen en wordt dus suggestief aan toegevoegd. Hoe ver stoten bruin? Ja, 20 meter zoveel. Nou, zie je wel. Dus het wordt niet alleen op jou betrokken. Men gaat ervan uit, als je het 1 haalt, in jouw geval 70 meter ver met de discus, dan kan het niet zonder hormonen. Daar schijnt men inderdaad van uit te gaan. Alle mensen die, die dergelijke prestaties leveren, die kunnen nooit getest worden door chefswinkels. Dus het is een opmerking die... Die helemaal nergens op slaat. Je zou dus in herhaling vallen omdat je dat al gezegd hebt. Wat ga je doen? Ben je het niet spuugzat? Je wint goud. Je hebt, in dit seizoen heb je meer dan 70 meter geworpen. Dat is uniek voor een Nederlands topatleet om een technisch nummer. Zeg je nu, ja, hartelijk dank, dit is typisch Nederlands. Nou, het is inderdaad een beetje typisch Nederlandse mentaliteit. In Amerika hebben ze een aardige uitdrukking voor dit soort situaties. You're damned if you do and you're damned if you don't. En daarmee kun je aangeven dat als je op een laag niveau... Wat je ook doet, je bent verdoemd. Ja, laat het maar even net Hollands vertalen, ja? En waarmee je dus aan kunt geven dat je, als je op een laag niveau blijft meemodderen... dan wordt er commentaar geleverd van, nou ja, ze doen het, ze proberen het aardig, maar ze komen er nooit. En als je er wel komt, dan zal het wel met behulp van de nodige middelen zijn. Wat ik ga doen, zoals je net aangaf, ik ben het inderdaad ontzettend zat. Ik heb tot nu toe alle onzin die me over geschreven en gesproken is op een grote hoop gegooid achter in de tuin. Maar ik ben het zat. Ik heb vanmiddag een advocaat gebeld. En ik ga waarschijnlijk een kort geding tegen Swinkels beginnen. Ik heb de mondelinge steun van de KNAU. Ik heb geen zin meer om dit allemaal lijdzaam aan te horen en toe te zien. Met andere woorden, je begint een geding tegen hem. Het schijnt tegenwoordig zo te zijn, als ik goed ben geïnformeerd, dat je dan ook tegen het medium waar het in verschenen is een geding moet aanspannen. In dit geval dus tegen het Parool. Ja. Ik weet het niet. Dat is een beetje een moeilijke situatie. De media in Nederland die hebben een positie waarin ze van alles kunnen zeggen en schrijven onder het mom van vrijheid van meningsuiting. Ja. En het Nederlandse recht voorziet jammer genoeg niet in de rechten van het slachtoffer. Jij voelt je duidelijk slachtoffer? Ja, zeer zeker. Hoe moet je in een kort geding ooit duidelijk maken, stel dat ik Swinkels ben, hoe moet ik ooit duidelijk maken dat jij hormoonpreparaten gebruikt? Hij zal met bewijzen moeten komen en die heeft hij niet. Ja, ben jij bereid om je bijvoorbeeld voor zo'n kort geding nog weer eens een keer te laten testen? Moet dat dan? Ze kunnen me elk moment van de dag of nacht wakker maken om me te testen. Nou, dat zullen we niet doen. Lig je er wakker van? Nee, dat nog niet. Nee? Maar wel kwaad. Ik ben ontzettend boos. Ja. Nou, ik kan me dat voorstellen. Meneer Swinkels, u weet wat u te wachten staat. Het is u nu persoonlijk via de televisie meegedeeld. Heb je nog wat meer toe te voegen? Nee, op dit moment niet. Bedankt voor je komst in de studio. Graag gedaan.